In deze video ontdek je of een full body schema of een split schema het beste is voor jou als voetballer. Goed, je zult het vast herkennen. Jij als ambitieuze voetballer wil naar de gym gaan, wil thuis aan zijn fysiek gaan werken en dan wil je natuurlijk zo goed mogelijke weekindeling maken. Je hebt je voetbaltrainingen, je hebt nog je extra trainingen wat je wil doen en dat wil je goed op elkaar afstemmen, zodat het een meerwaarde is voor uiteindelijk je voetbalspel. Goed, ten eerste, heel belangrijk punt, moet je je afvragen, zijn de dingen die ik doe in de gym of thuis, wellicht train je thuis je fysiek, zijn die een meerwaarde voor dat wat ik nodig heb op het veld? En in deze video gaan we daarbij helpen. Want uiteindelijk moet je natuurlijk de keuze maken van oké, ga ik een full body schema volgen of ga ik alles opsplitten? En de meeste, de voetballers die wij spreken, die volgen een soort split schema. Die trainen als reguliere fitnessklant en niet als sportspecifieke voetbalklant in de gym. Niks mis mee natuurlijk als je op die manier wilt trainen. Maar als je dat met de achterliggende gedachte doet om een betere voetballer te worden door jouw gymtraining, ja, dan moeten we helaas teleurstellen. Want je kunt het een beetje vergelijken met diesel in een benzineauto doen. Kijk, het is allebei brandstof. Alleen ja, een auto rijdt natuurlijk niet heel lekker als die voor benzine is gemaakt en je gaat er diesel in stoppen. En datzelfde geldt dus voor niet sportspecifieke oefenvormen doen en dan wel verwachten een ander resultaat. Dus dat je wel beter wordt in de sportspecifieke context, in dit geval voetbal. Nou goed, in deze video gaan we je helpen hoe je wel resultaat kunt boeken in de gym als voetballer en of je dat nou doet met een full body schema of een split schema. En ik denk dat je hem al een beetje voelt aankomen, maar daarover later meer. Wat zie ik nou? Ben je nog steeds niet geabonneerd? Klik hieronder om niks te missen van de wekelijkse video. Als je deze achterliggende informatie tot je genomen hebt, kan je eigenlijk al concluderen, een full body schema, daar hebben wij de voorkeur bij. Drie redenen waarom we die voorkeur hebben. Nummer 1. Als je de sportanalyse gaat kijken van voetbal, kom je eigenlijk tot de conclusie dat een full body prestatie op het veld ook terug moet komen als een full body prestatie in de gym. Als je dat los van elkaar gaat koppelen, dan zal je altijd een soort van disbalans creëren, zowel tussen links en rechts, tussen boven en onderlichaam. En dat kan weer leiden tot een langdurige blessurerisico. Die willen we zo laag mogelijk houden, vandaar ook de keuze dat we een full body schema garanderen en die ook willen gebruiken in jouw plan. Nummer 2. Is het inplannen van jouw trainingsschema van boven- en onderlichaam of van full body schema. Daar zit nog wel eens een verschil in. Als je boven- en onderlichaam van elkaar gaat lostrekken, dan zou je die ook verschillende momenten in de week moeten gaan inplannen. Nou, als je al een voetbaltraining hebt, je hebt een wedstrijd en je moet die gymtrainings er ook nog in gaan plannen, dan wordt het heel erg ingewikkeld of je geen overbelasting op den duur gaat krijgen. Bij een full body schema heb je 2 of 3 momenten in de week waarbij je een rustpauze tussendoor kan inlassen, waarbij je zowel boven onderlichaam als coördinatief die aspecten allemaal meeneemt in 1 schema en die over meerdere momenten in een week inplant, dan zal je minder snel een overbelasting creëren dan dat je boven en onderlichaam iets van 4 momenten of zelfs 5 momenten in de week moet gaan trainen om een bepaald volume in de week te kunnen gaan draaien en daardoor dus ook een betere prestatie op het veld te kan leveren. Dus vandaar ook de voorkeur van ons om een full body schema in te plannen en daarmee te gaan werken. Alright, nummer 3. Komen we eigenlijk tot het laatste punt. Je moet jezelf ook gaan afvragen in hoeverre heeft het bovenlichaam, zowel de bicep, de tricep als de schouderspieren, naast het showen in de zomer, als functie op het veld en vooral voor je prestatie op het voetbalveld. Als jij grotere biceps of grotere tricep hebt of een grotere schouderspier, dat zal niet op den duur tot een betere prestatie leiden. Eigenlijk alleen maar massa wat je mee moet dragen tijdens het spel. Dat zorgt eigenlijk juist voor een minder functionele uitwerking. Dus stel jezelf die vraag eens af van ik heb inderdaad nu wat grotere biceps, heel leuk, maar heb ik daar ook daadwerkelijk baat bij in het spel? Een mooie quote daarvoor is ook, die je misschien zelf al wel eens een keer op social media of ergens hebt gelezen. Train the movement, not the muscle. Waar wil je daarmee naartoe gaan, Gideon? Als je de beweging gaat trainen die je op het voetbalveld terug laat komen, dan zal misschien ook de bicep wat groter worden in die zin. Maar het zal niet het hoofddoel moeten zijn. Dus je wil niet in de gym gaan trainen van ik wil hypertrofie, ik wil grotere biceps, want dan word ik beter als voetballer. Absoluut niet. Dus train het bewegingspatroon, maar niet de spier op zichzelf. Goed, nu je weet dat je beter met een full body schema kunt gaan trainen dan met een split schema als voetballer in de gym of thuis. Ja, dat is leuk dat je dat weet. Dat is heel tof. Alleen het plan uiteindelijk leidt naar het resultaat. En laat ons je daarbij helpen. Als je hieronder klikt op de link,
dan kunnen wij je online coachen. Want heel veel voetballers doen maar wat in de gym. En dat is eigenlijk zonde van je tijd. De intentie is goed. De tijdsbesteding is goed. Maar je wil specifiek trainen. Laat ons daarbij helpen. Elke maand krijg jij nieuwe schema's van ons. Full body schema's uiteraard. Voor in de gym of thuis. We houden eventueel nog rekening met je materiaal. Met je hele week planning. En uiteindelijk wordt ook een stukje voeding. En je hele levensstijl naast het veld wordt meegenomen. Om uiteindelijk weer op het veld beter te kunnen vlammen. Want dat wordt ook vaak vergeten. Het moet een aanvulling op je programma zijn. En geen in plaats van. Want stel je bent 5-6 keer in de week in de gym te vinden. Maar 2 of 3 keer op het voetbalveld. Ja, dat slaat ook een beetje zijn doel mis. Gebruik je fysieke training, je fit voor voetbaltrainingen als aanvulling op je voetbaltraining om een betere voetballer te worden. Goed, ga ermee aan de bak. Ga naar de link hieronder. Tof dat je hebt gekeken naar deze video. Ga ermee aan de bak en dan zie ik je heel graag terug in de volgende video.